Hallo allemaal en welkom terug bij de Independent Fools. Ik ben Taco en je kijkt naar part 2 van de Kingdom of Holland campaign voor Napoleon Total War, de Darth mod. Ik had beloofd dat ik deze part een battle probeer te gaan krijgen. Voor mij ligt daar trouwens nog het schip of niet? Nee, die vloot ligt daar niet meer. Ik ga proberen. Ik ga heel veel units recruiten en dan ga ik proberen Zuid-Nederland over te nemen. Alleen zoals het er nu naar uitziet, al zie je dit grijze gedeelte naast de vlag, zitten er niet echt veel units in. En kan ik ze gewoon voor een surrender gaan vragen. Hier lopen alleen wel twee generalen. Dat is onder andere Napoleon Bonaparte. Met zijn big ass leger. Er lopen zelfs drie. Michel Ney. En Louis-Nicolas Davout. Op mijn beste Frans uitgesproken. Die kunnen wel naar boven lopen hier vanuit Reims. Waarschijnlijk zit er ook nog wel wat in Parijs wat ze zo kunnen sturen. Maar waar ik vooral op ga focussen is gewoon één groot goed leger bouwen. En gewoon naar beneden pushen van hier tot Tokio. Wat een enorm voordeel is, al neem ik Brussel over. Dat is hetzelfde Nederlands, oftewel gewoon België. En zelfs een cannon foundry hebben, wat ik nu niet heb. En dat ik 6 pond voetartillerie kan gaan bouwen. Wat ik echt heel hard nodig heb. Dus wat ik nu ga doen, ik ga het leger aanvullen. Ik moet nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaatsen heb ik beschikbaar. Pomp ik gewoon vol met dit. Ik neem ook wat lichte voet. Neem ik gewoon bij. Recruit ik nog een merchantman. Het is misschien handig om een merchantman te nemen, maar ik weet niet of... Dus kan ik nu een merchantman nemen. Neem ik de volgende turn wel wat anders. Ik probeer altijd in het begin van de game echt heel veel merchantmans te nemen. Zodat ik daar zo linksboven in de map op al die punten kan gaan zitten. Wat ik meestal niet doe is naar links onderin de map waar je ook van die punten hebt zitten. En daar links heb je ook een paar van die punten zitten. Waar je nu ziet. Daar ga ik meestal niet heen. Omdat ik straks ook in oorlog ga met Frankrijk. En op een gegeven moment ook in oorlog ga met... De United Kingdom, of Engeland, die heeft hier onderin, als je even op de map kijkt, hier onderin hebben ze één klein regiootje hebben ze overgenomen, Gibraltar. Die hebben ze standaard eigenlijk, en ja, dan vallen ze mij altijd aan, en Frankrijk die valt me ook altijd aan, dan ga je daar zo links onderin in de regio trade bedrijven, en dan heb ik alleen zo'n merchantman schipje daar zo liggen. Die alleen maar gefocust is op een beetje traden. En echt gewoon compleet niet is gefocust op verdedigen, zichzelf verdedigen. Zitten volgens mij ook maar gewoon 20 kanonnen op of zo. Wat gewoon echt weinig is. Want bijvoorbeeld al heb je... Kijk, je ziet nu al kleine schepen daar varen. Maar heb je bijvoorbeeld die float die ik net in de eerste episode zag liggen van... Van Engeland was het volgens mij. Die hebben gewoon simpelweg... Even kijken, nieuwe generaal, nieuwe admiraal. Die hebben gewoon simpelweg die ik hier zo kan recruiten. Die hebben ze waarschijnlijk al, deze... Waar stonden ze? Hier, de 74ste gunship of the line. Die hebben ze dan gewoon al met, even kijken, met 74 guns. En dan kom ik aan met mijn merchantman schipje met 12 kanonnen zelfs. Nou moet je nagaan, 12 tegen 74. Ja. Yeah. Dan kun je nog wel slimmer zijn dan de computer, maar zo slim dat je met een 34 kanonnen gaat winnen van 12 kanonnen. Zelfs gaat winnen van, oh, waarom ligt Engeland daar? Dat is niet leuk. Nou, dan kan ik daarheen. Hoe verdien ik hiermee? 440, met deze verdien ik 500. We verdienen echt veel hiermee. Oh, het is gewoon een grote vloot van merchantman schepen en een Indiaman. En die ik ook, als ik deze poort heb geüpgrade, kan bouwen. Even kijken naar dit leger, hoe groot het nu is. Heb ik hier een generaal? Nee. Welke heeft de coolste hoed? Deze kijkt echt van uren. Ik ga gewoon deze nemen. Andries Rijmakers. Nog meer orders? En dan heb ik nog 3 plekken vrij en dat ga ik opvullen met infanterie. 1 lichte Bataafse schutters en... Hoeveel had ik nou nog? 3 plekken toch? 4 plekken. Zo. Wacht, volgende turn.
Hoe goed zijn mijn lijn infanterie dan? Die hebben 1 experience automatisch. Nou, het boeit me eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik zet deze even lekker ver naar het front toe. Deze generaal is trouwens best wel goed aan het begin al. Even 3 sterren. Ik kan trouwens misschien in 1 keer al doorlopen naar Reims. Dit gaat wel grappig worden. Ik moet even naar politics gaan. Even kijken met wie Frankrijk allemaal vriendjes is. Frankrijk is vrienden met Württemberg, Kingdom of Italy, Ottoman Empire, Swiss Confederation en Spanje. Dit gaat wel kut worden, vooral met Württemberg, want Württemberg ligt op een vrij kutte positie volgens mij. Oh nee, niet. Ik dacht dat ligt hier, maar dat is natuurlijk Frisia. Maar Pruisen moet nog steeds niks van ze hebben. En dat is mooi. Ik ga even kijken hoe goed de relatie met hun is. French Empire. Is die zelfs uit war met ze? Ja, die is zelfs uit war met ze. Misschien als ik de oorlog verklaar aan Frankrijk, dan kan ik misschien een alliantie maken met Pruisen zonder dat ze er weer allemaal geld gaan vragen. In ieder geval volgende turn kan ik met dit leger doorlopen naar Brussel. En misschien kan ik in 1 keer doorlopen naar Reims, waar dan eigenlijk het eerste gevecht gaat plaatsvinden. Want Brussel, al zit er geen garrison in, geen units in, dan ga ik het gevecht eigenlijk niet aan, normaal gesproken. Want dat is alleen maar gewoon een beetje, dan kost het je alleen maar troepen. Laat ik het daarop houden, kost het je troepen. En er komt nu wel een groot leger aan. Voor mij staat Napoleon zelfs en die wil voor mij zelfs een mooi gevechtje met mij hebben. Het zal wel leuk zijn aan de ene kant, maar aan de andere kant ook weer niet. Het is leuk om naar te kijken en leuk om te spelen, maar het is wel kut, want Napoleon's leger, dat weet ik gewoon uit ervaring, die heeft gewoon moeilijk goede kanonnen. Ik heb dan wel mijn lichte paarden, mijn huzaren en voor mij heb ik ook lichte dragonders in mijn leger zitten. Alleen, ja, die kanonnen die staan nog steeds gewoon omringd door allemaal infanterie, dus gewoon allemaal mannetjes met musketten. En die zullen niet zo 1, 2, 3 doorlaten. Dus ja. Die kanonnen die kunnen echt niet normaal snel schieten. Voor mij heeft hij zelfs een, nou, ik weet niet hoe groot de pond kanonnen die heeft. Maar die zijn echt gewoon moeilijk groot. Niet zo groot trouwens als een Medieval 2 Total War. Ik zie nu het Ottomaanse Rijk. Niet zo groot als in Medieval 2 Total War. Ik weet niet of jullie dat hebben gespeeld. Maar daarbij heb je op een gegeven moment bij, ik weet niet welke factie het was. Volgens mij de Byzantijnse Rijk. Dat later het Ottomaanse Rijk werd. Daarbij heb je echt kanonnen. Die zijn volgens mij echt gewoon 1,5 meter in doorsnee. Gewoon het gat waarin het, waarin de kanonskogel ging. Die is gewoon 1,5 meter groot. Gewoon letterlijk 1,5 meter groot. Dat is niet normaal. Hoeveel haal ik hier vandaan? 680. Altijd mooi. Altijd mooi. Dan pakken we even die units om aan te vullen. Om dit leger aan te vullen. Dan slaan we hem op voor de eerste keer. En dan, en dan vallen we aan. Wie is dit? Napoleon Bonaparte. Hier zie je het al. Hij heeft al 12 pond voetartillerie. En allemaal andere speciale legioenen. Wow, je kan in één keer trouwens heel veel nieuwe dingen bouwen. Nederlandse mariniers, dat is wel mooi om te hebben. Nassaujagers, nou, ik hou nooit zo heel erg veel van lichte voet. Huzaren met 1 ervaring, punt. Cavalerie, lichte cavalerie. Ik ga gewoon dit bouwen en dan ga ik gewoon voor een nieuw leger. Meteen proberen een tweede leger te bouwen. Zodat ik misschien met dit leger, met hoe heet die kerel ook alweer, Antries Rijmakers, dat ik zo over links kan lopen. En als ik snel genoeg ben, dan pak ik, hoe heet die generaal nou? Daniel van Kessel. En dan ga ik misschien een beetje solo. Is dat ook van Frankrijk? Hannover is van Frankrijk. Ga ik misschien een beetje zo lopen, zo. Gewoon zodat ik een kleine, gewoon een dubbele aanval meteen doe. Het is tijd voor de eerste Declaration of War. We hebben alleen echt enorm veel allies die ze. Oh! Dit is echt heel mooi. Frankrijk heeft echt heel veel allies.
En geen van hen heeft zin om de oorlog tegen mij te voeren. Oh, hoe komt het trouwens in één keer aan die militia? En Fusiliers of the Line. Hun hebben echt heel veel allies hadden hun, maar die hebben allemaal hun oorlog niet gejoind. Oh, maar ze blijven wel allies ermee. Ah, dat is wel een beetje jammer. Misschien kan ik nu wel een alliantie halen met Koninkrijk van Pruisen. Nee. Alleen, dat betekent dat al die facties die eigenlijk gewoon nog redelijk sterk waren. Want Spanje, hier helemaal onderin, heeft nog best wel redelijke units. Die kan mij ook gewoon massacren. Gewoon echt gewoon compleet vernietigen. En die hebben geen zin om mee te vechten met Frankrijk. Dat vind ik echt heel fijn. Echt heel fijn. Ik ga wel proberen om nog steeds een surrender te halen. Wat waarschijnlijk ook lukt. Ja, dat lukt wel. Peacefully occupy. Dat betekent wel dat het leger zichzelf kan terugtrekken uit het gebied. Ik ga even deze trading port is het. Zou ik niet beter een building type kunnen change. En dan gaan we wel eerst repair ik. Verander daarna het building type naar een dry dock. Zodat ik, wel weer jammer dat ik cannon foundry kapot is, zodat ik geen kanonnen kan bouwen. Dan ga ik dit building type veranderen naar een dry dock. Dat betekent dat ik hele sterke schepen kan gaan bouwen. Trade route van de French Empire 735. Dus daar kan ik straks ook wat dingen gaan. Maar trouwens, als ik dit verander. Waar is de building browser? Dockyard worden dan. Kan ik dan beter echt gewoon veel betere schepen maken? Eigenlijk niet. Twardo kan ook gewoon een. What the fuck is een bombcatch? Small Tumas. Oh, mortierschip is dat. Nou, die vind ik nooit echt geweldig ofzo. Ik hou hem gewoon lekker trading port, want dan krijg ik een extra boost van inkom. Hoeveel krijg ik nu eigenlijk via trade? Krijg ik nu. Oh, bijna 4000. Dat is mooi. Ik hoop alleen dat Frankrijk, dat Napoleon Bonaparte niet in één keer doorloopt op Amsterdam. En gewoon eerst voor Brussel gaat, waar mijn leger is gestationeerd. Even kijken. En dan is het tijd voor een end turn, denk ik zomaar. Om te kijken wat Frankrijk gaat doen. Ik denk dat zomaar dat ze in dat kleine stadje daar gaan lopen. Ze bereiden zich in ieder geval nu voor. En komen straks met echt enorm grote legers aan om mij proberen te vernietigen. Alleen denk ik niet dat deze episode nog een battle gaat bevatten. Sorry voor dat. Oh, trouwens, ze gaan mij besiegen. Altijd leuk. Ik hoop altijd als ze mij besiegen dat zij mij gaan aanvallen. En dat ik niet uit de siege moet om op een gegeven moment hun gaan aanvallen. Want ik ben echt een verdedigende speler. Ik noem me een camper. Beetje een campertje ook wel, zodat ik een mooie plek kan uitzoeken. Alleen het nadeel is tegen het leger van Napoleon. Die heeft echt enorm goede kanonnen. Dus ik kan eigenlijk in principe niet op één plek blijven zitten. Trade agreement. En ze geven me nog geld ook. Nou, daar hou ik wel van. Trade agreement met Engeland. Groot-Brittannië, Engeland, hoe je het ook wil noemen. En daar geven ze me ook nog extra geld voor. Wat is Pruisen in godsnaam aan doen, joh? Maak ik even een enorm leger daar, hoor. Nou, en dat betekent nog extra inkomen. Ik hoop alleen dat ik echt een alliantie kan. Wat ik wel kan proberen is een alliantie te krijgen met Engeland. Dat Engeland ook wel een van de grote machten is in dit spel. Eigenlijk door het kiezen van Holland heb ik mezelf wel een beetje in een underdog positie gezet. Er zijn wel goede units. Natuurlijk zijn er wel goede units van Nederland. Maar ja, het is natuurlijk niet echt een van de beste city besieged. Dat weet ik nu wel. Trade agreement cancelled met Austrian. Waarom hebben ze een trade agreement cancelled? Het is allemaal wel. Waarom is de trade agreement cancelled? Met Austrian. Oh, misschien waren mijn poorten vol toen ik met Engeland ging traden. Even kijken. Nee, niet eens. Ik kan gewoon nog. Ik kan trouwens trade openen met meerdere mensen. Nu in één keer, oké. Het is allemaal wel.
Wat wilde ik doen? Oh ja. Request Alliance. Nee, ze willen niet met mij. Ik ga proberen met deze kleine placeholders, zoals ik ze eerder heb genoemd, een klein beetje trade agreements te krijgen. Voor nog een extra boost in inkomen. Nou, ik ga je niet ervoor betalen. En dan, ja, ik ga even kijken wat voor leger hij heeft. Kijk, hij heeft 12 pond voetartillerie. Die verplaatsen slow, maar die zijn echt heel goed. En hij heeft 6 pond paardenartillerie. Die verplaatst zichzelf echt niet normaal snel. Het zijn allemaal elite units. Zijn mijn dingetjes al gerecruiteerd? Nee, zijn nog ook nog niet. Ik kan wel trouwens deze huzaren naar beneden laten lopen. Maar dan blijft de provincie wel een beetje kwetsbaar. Vooral komt er in één keer uit het niets een groot leger, wat nog wel eens gebeurt in dit spel. Ik ga ondertussen wel merchant ships bouwen. Waarom kan ik hier niks recruiten? Waarschijnlijk omdat deze plek onder siege is. Maar ik kan het wel upgraden, dat is wel raar. Het is allemaal wel... hoe lang duurt het nog voordat die technologie gecompleteerd is? Het duurt nog 2 turns. Nou ja, dankjewel voor het kijken naar deze episode. Geef een groen duimpje als je het leuk vond. Geef een groen duimpje als je het niet leuk vond. Deze kan ik wel upgraden. Dat merk ik net. Ik krijg weer een mooi boostje in inkomen. Geef een groen duimpje als je het leuk vond. Geef een groen duimpje als je het niet leuk vond. Volgende battle, volgende episode bedoel ik, heb ik het eerste gevecht tegen Napoleon Bonaparte. De enige echte Napoleon Bonaparte. Andries Rijmakers gaat het tegen hem opnemen. Het moet eigenlijk een gebalanceerd gevecht zijn, omdat hij evenveel units heeft als mij bijna. Hij heeft 1,5 en ik heb vol. Hij heeft wel geëxperienced units waarschijnlijk. Dat kan ik nu alleen nog niet zien. Hij heeft echt enorm sterke infanterie. Hij heeft chargeur à cheval. Dat betekent gewoon mensen die van hun paard afschieten. Die scheid irritant zijn. Maar ja, dat zie je allemaal volgende episode wel. Vergeet ook niet te abonneren als ik dat nog niet had gezegd. En een dikke doei.